Ja, goedemiddag allemaal. Welkom hier in Veghel op deze fantastische dag. Fijn dat jullie met zoveel vanmiddag meekijken om informatie te krijgen over het management trainee traject van Jumbo. Dream big, want dat mag je met recht zo zeggen. En we gaan de komende anderhalf uur met je aan de slag om je heel veel informatie te geven, maar waar je ook wat mee kan. En we gaan dingen interactief doen. Dus je kan vragen stellen in de chat, die heb je al lang gezien als digital savvy persoon rechts onderin. Een van de belangrijke kenmerken die van je vragen zometeen als je bij ons komt werken. En ik heb ook een aantal mensen uitgenodigd hier vanuit de familie, vanuit management support, om ervoor te zorgen dat je de juiste informatie krijgt, zodat je met recht straks kan zeggen, dit is iets voor mij, of, en dat kan ook, dat je zegt van ik kijk nog even verder. Maar daar gaan we niet vanuit. We gaan daar iets moois mee doen. Een beetje techniek. Je weet dat je kan antwoorden. Er is een chatfunctie, daar kun je vragen instellen. Die komen bij ons binnen en die proberen we hier via mijn iPad live te krijgen, zodat ik ze ook daadwerkelijk hier aan de tafelgasten kan stellen en ook met je kan bespreken hier in dit onderdeel. We zitten in Veghel, het centrum van de Nederlandse supermarktwereld, zeggen we wel eens gekscherend hier. En wij als Jumborianen, soms zeggen mensen van, is dat een volkje of zo? Nee, dat zijn mensen die gewoon oprecht hier heel veel plezier hebben in dit prachtige bedrijf te mogen werken. Gaan we vanmiddag overtuigen dat het heel erg leuk is om 3 banen in 3 jaar bij Jumbo te gaan vervullen. En onder andere zit daar ook een tijd in de winkel in. Want daar denk je misschien van, wauw, in de winkel werken. Ik met mijn master, of ik kom net van het hbo en heb een jaar gestudeerd. Of ik heb een jaar gewerkt en ik kom bij Jumbo werken. Maar essentieel is dat we weten, hoe werkt het op de vloer? En daar ga ik het vanmiddag over hebben. Functies hier op het hoofdkantoor. En ook dat de tijd die je in de winkel gaat werken met mensen hier bij mij aan tafel. En om het maar meteen eens te gaan kijken of die chat een beetje werkt, gaan we meteen ook een poll erin gooien. En die poll richten we als volgt in. Hoe doe jij je boodschappen? Ben je volledig gegorillaat of gegetierd? Of ben je nog steeds diegene die naar de markt gaat of de supermarkt gebruikt om dagelijks boodschappen te doen? Doe je dat online, doe je dat in de supermarkt of doe je dat op de markt? Dus ik zou zeggen, ik kijk naar de regie, zet jullie hem erin. Dan gaan we eens kijken wat we daar uit krijgen. Het is ook leuk, want mensen die zeggen hier ook al in de chat van hallo, ik ben baby. Dus dat is leuk dat je alvast vertelt wie je bent. Maar antwoord op de vraag zou kunnen zijn, waar doe je je boodschappen? En ik ben reuze benieuwd, zeg maar, waar dat gebeurt. Doe je dat bij een van onze concurrenten? Kies je bewust voor de Jumbo? Of doe je dat op een andere manier? Ik ben benieuwd. Hebben we al een antwoord? Ik kijk even naar de regie. Komt er al wat door? Kun je al wat aan mij doorzetten? Ik zie ja. En dit betekent dat ze op de knop drukken en bij mij hier op het scherm dat laten zien. Ik hoor toch al een boel mensen roepen, ik doe dat online. De voordelen van online, die kennen we inmiddels, maar die gaan we vanmiddag ook met je bespreken, want daar is Jumbo ook aanwezig. We hebben een aantal centra in Nederland waar we onze boodschappen versturen naar de zogenaamde hubs. En dat zijn de plaatsen waar die gele wagentjes van ons alle boodschappen ophalen en bij jou thuis bezorgen. Of misschien doe je dat ook wel via flitsbezorging. Ik zie hier in de poll dat ook daar een aantal mensen hun spullen bezorgen. Vaak is dat toch een wat kleinere hoeveelheid aan producten. En komen ze toch ook nog bij de supermarkt terecht. En daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik vind het fijn dat jullie dat al hebben weergegeven. Ik ben ook wel eens benieuwd, hoe zit dat werken bij Jumbo eigenlijk in elkaar? En volgens mij hebben we daar een prachtige video voor klaarstaan die jullie mooi laat zien over hoe zit dat nou eigenlijk in elkaar? Werken bij Jumbo hier in Veghel. Die starten we nu voor je in. Goedemorgen, nieuwe collega. Lekker weertje vandaag, hè? Welkom bij Jumbo. Zin in een lekkere koffie? Misschien ga je vandaag wel aan de slag op de afdeling marketing en werk je mee aan ons nieuwe Hallo Magazine of onze nieuwste campagne. Of test je samen met je nieuwe collega's welk nieuw vers sapje onze klanten echt heerlijk zouden vinden. Misschien denk je bij de afdeling Formule en Format mee over een nieuw winkelconcept. Ik zou geel kiezen. Duik je bij Finance in top-secret cijfers om de Raad van Bestuur te adviseren.
Of optimaliseer je bij Supply Chain de beschikbaarheid van onze tienduizenden producten, zodat klanten nooit misgrijpen. Hier in ons foodcafé wordt de lunch elke dag vers bereid. Eet smakelijk! Ready? Dan gaan we door. Smaakvolle producten en recepten voor onze Jumbo supermarkten, cities en foodmarkten ontwikkelen we zelf in ons eigen Food College. Jumbo wil klanten helpen om gezonder te leven. Dat doen we bijvoorbeeld met de Food Coach app, die hier op de Jumbo Tech Campus wordt ontwikkeld. Say hi to our developers. We vinden het belangrijk dat je ook jezelf kunt ontwikkelen. Wist je dat we onze eigen Jumbo Academy hebben? En mocht je toe zijn aan iets nieuws, dan denken de collega's van HR graag met je mee over je volgende stap binnen Jumbo. Nog wat energie over? Kom, dan doen we een rondje in de Jumbo Gym. Laten we nog een drankje doen op de Jumbo Young Professionals Borrel. En, wat vond je ervan? Top, tot morgen! Ja, onze film om aan jullie te laten zien zeg, wat werken in Veghel hier op het hoofdkantoor inhoudt. Je hebt diverse afdelingen gezien. En samen met jou kijken we in dit anderhalf uur naar dat werken binnen Jumbo. En ik zei al eventjes, dat doen we door met genodigd hier aan tafel te praten over de business en over dat werken bij Jumbo. En ook straks, en dat is een hele belangrijke, is dat je in breakout straks uiteen gaat en rechtstreeks contact hebt met trainees uit eerdere jaargangen. We zijn al 2 jaar bezig. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Met mensen die met veel plezier hier dat traineeship vervullen. En je bent met hun rechtstreeks in contact. En kan je vragen stellen aan die mensen om erachter te komen. Goh, leeftijdsgenoten, hoe zit dat? Is dat wat voor mij om straks bij Jumbo te komen werken? Dus dat is wat ik in de komende anderhalf uur met je graag zou willen doen. En volgens mij hebben we ook een wervingsfilm klaarstaan om eens even te laten zien hoe dat management traineeship in elkaar zit. En die gaan we nu aan je laten zien. Ben jij die ondernemende student die droomt van een grootse carrière? Geef je loopbaan een kickstart met het Jumbo Management Traineeship. Het traineeship waarin jouw ambities centraal staan. Je volgt inspirerende trainingen en masterclasses. Werkt in verschillende functies op het hoofdkantoor. En leidt een eigen team in één van onze winkels. Solliciteer direct of meld je aan voor de online in-house dag. En met Jumbo Online In-house Dag, daar ben je nu beland. En aan tafel heb ik 2 collega's van mij hier aan mijn linkerkant. En voor jullie rechts, Monique Groenewoud van Eert. Fijn dat je er bent. Nou, leuk om hier aanwezig te zijn. Uit de familie. En jij als manager cultuur en DNA gaat zometeen van alles vertellen over hoe dat werken bij Jumbo in elkaar zit. Hoe we dat doen, hoe die cultuur is. En, als familiebedrijf, ja. Zeker. Ja, toch? Ja. Gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. En aan de andere kant Katie Okkers, Head of HR, hier op het hoofdkantoor. Onder andere ook België en Laplace vallen onder jouw supervisie. En vandaag gaan we het met jou ook hebben over hoe we met HR kijken naar de traineeship en hoe belangrijk we dat eigenlijk vinden. Zeker. Ja, heel goed. Monique, om met jou te beginnen. Ja, laten we maar gewoon ook heel eerlijk zijn zeg maar, naar Nederland. Dat is iets wat we trouwens heel hoog hebben in het vaandel in zijn totaliteit. Laten we het zeggen, 2022, een enorm rumoerig jaar waarin veel is gebeurd. Hè? Volgens mij wil je daar wel iets over delen. Ja, het was voor ons een heel bijzonder jaar. Nou ja, de meeste mensen hebben dat denk ik wel gehoord. Dat mijn broer Frits, die is op verhoor als verdachte meegenomen. En dat loopt allemaal nog. Ja. Maar daardoor moest hij wel het bedrijf even verlaten. Omdat ja, de voortgang natuurlijk heel belangrijk is. En onlangs, echt binnen 3 maanden, is ook mijn vader overleden. Dus mijn vader als president-commissaris. Mijn broer een CEO. En die zijn in 3 maanden tijd weggevallen. Nou ja, in ieder geval, de verantwoordelijkheid kwam in eerste instantie bij mijn zus Colette. En bij mij trekt me in ieder geval schouders eronder. We hebben een nieuwe CEO aangenomen, onze meneer Tom van Veen. En we zijn er heel blij mee dat we toch wel iets achter ons kunnen laten. En verder aan het mooie bedrijf kunnen gaan ondernemen en gaan retailen, waar we voor staan. Ja, ja. Dus een heftig jaar hè, met zaken die ingrijpend zijn geweest. Ik denk dat we Jumbo ook wel kunnen kenschetsen als een bedrijf die dan zegt, kom op. Schouders eronder en door. Want dat is wat je vader denk ik ook heel graag
gehad had. Hè? Absoluut. Het is geen bedrijf wat zomaar een paar jaar geleden is verzonnen. Het is al 2021 bestonden we 100 jaar. Ja, en eigenlijk is de formule, de Jumbo-formule met de 7 zekerheden, is ontworpen door eigenlijk heel veel proberen en opnieuw proberen. En fout gaan en proberen. Dus ondernemers ook fouten maken, maar lekker bezig zijn om de klant te bedienen. Dus dat zeker. 1996, start van de 7 zekerheden. Ik hoor veel van studenten dat daar op universiteiten en op hbo's ook veel over gepraat wordt. De 7 zekerheden van Jumbo. Waar komen die vandaan? Kun je daar iets over vertellen? Waarom zijn die in het leven geroepen? Die komen vandaan in het jaar 1994. Hadden we een slechte score op GFK-meting. Zit je als familie bij elkaar ook. En met natuurlijk heel veel andere mensen uit het bedrijf. Maar met name van een klant is niet tevreden. Mm-hmm. En eigenlijk, we zoeken naar gewoon tevreden klanten. Dus we zijn met klanten gaan praten. En we hebben het bedrijf om de klant heen gebouwd. Dus de 7 zekerheden die komen voort uit ergernissen van klant. En die hebben we omgebogen naar mogelijkheden binnen Jumbo. En daar zijn de 7 zekerheden uit voortgekomen. Ja. Ik heet even over naar jou, hè. 7 zekerheden, de kern van ons bedrijf. En als we iets van Ton van Veen hebben geleerd een paar weken geleden in een toespraak die hij had, zei hij van, we zullen eerder dichter naar de 7 zekerheden toegroeien nog in de komende jaren, als dat we er afstand van nemen onder druk van concurrentie of wat dan ook. Hè. Dus het is echt onze core. Hoe ervaar jij 7 zekerheden in dit bedrijf? Als je daarover nadenkt, wat komt er dan bij je op? De 7 zekerheden is natuurlijk een heel duidelijk onderdeel van de formule en alles voor die klant. Om daar de klant frustraties ook wel gewoon op te kunnen lossen. En het gedrag wat je nodig hebt in de winkel, op het hoofdkantoor, in onze DC's, overal binnen Jumbo, is wel cruciaal om die 7 zekerheden ook daadwerkelijk vorm te geven. En het is, de 7 zekerheden, dat is wat ze zijn. Maar hoe doen we dat nu met elkaar? Hoe doen we dat ook samen? Ja. Ja. Dus het is, er zijn wel eens mensen die hier dan solliciteren en binnenkomen en die denken dat die 7 zekerheden dan een soort van marketingtruc zijn, hè? Maar het is echt de binnenkant van ons bedrijf, hè? Ja. We hangen er eigenlijk alles aan op. Dat is toch zo, Monique? Ja, absoluut. Ze komen inderdaad om de klant heen geschreven. Maar het is ook echt de drive om de klant fijn te maken. Om ook echt goedkoop te zijn. Een mooi product. Ja, daar komt echt wel vanuit het verleden. Ja. Dus niet zomaar verzonnen. Nee, hè? Want ik hoor concurrenten dan vaak praten over, ja, en goedkoop zijn en de beste service en nog een keer dat grootste assortiment. Dat lijkt dan onmogelijk, maar daar hebben we best wel ons best gedaan om dat binnen de Jumbo daadwerkelijk goed uit te dragen. Hè? Absoluut. Ja. Laten we eens even kijken naar die positie van Jumbo versus de concurrentie. Hè? Wat voor een bedrijf zijn we als we ons vergelijken bijvoorbeeld met de collega's uit Zaandam van Albert Heijn? Wat kun je daarover zeggen? Ja, ik denk dat je nu doelt op het familiebedrijf. Ja. Dus Jumbo is 100% een familiebedrijf. Met mijn broer en zus. Een familie ook. Wij hebben ook kinderen. Dus er zijn 10 kleinkinderen. Maar die zitten allemaal nog niet in het bedrijf. Dus het is echt vanuit ons. Maar als je kijkt naar een familiebedrijf versus een beursgenoteerd bedrijf, dan is het wel dat we zeggen van, nou, wij, Jumbo is minder corporate. Ja. Dus echt een plattere organisatie. Iedereen kan meewerken, kan meedoen. Het is minder korte termijn financieel gestuurd. Dus we hebben geen eigen aandeelhouders. We zullen altijd gaan voor de langere termijn en voor de duurzame termijn. En het is ook denk ik wat informeler. Ik werk al 30 jaar in het bedrijf. Ik ken veel mensen en dat zijn voor meerdere. Dus je praat ook makkelijker met elkaar. Ja. En wij doen ook gezellige dingen, veel organiseren. Dus dat komt denk ik wel daaruit vanuit het familiebedrijf. En toen we dat net voorbespraken met jullie twee eigenlijk, toen zei jij ook van, ja, voor mij is het al zo normaal. Ik werk hier al 30 jaar in een bedrijf. Hè. Dit is de cultuur, maar ik zie hem natuurlijk als zijnde, dit is Jumbo. Katie, jij werkt iets korter, laten we het dan zo zeggen. Iets korter, ja. Hoe is dat, die cultuur van Jumbo? Dus iemand komt hier binnen als leverancier of als sollicitant. Wat voelt hij of zij dan? Nou, ik kan het heel erg bij mezelf houden. Ja. Toen ik hier binnenkwam voor mijn allereerste sollicitatiegesprek destijds nog, toen dacht ik, wow, je komt binnen en gelijk is er heel veel energie, er is heel veel reuring, er gebeurt van alles, alleen al in de receptieomgeving, zeg maar. Nou, en als je dan verder door het pand loopt,
er is zoveel beweging en je voelt gelijk ondernemen. Je voelt ruimte voor van allerlei creativiteit. En dat is wel heel erg hoe ik het zelf heb beleefd. En dat is ook wel wat ik terughoor. Ook van de management trainees die nu op dit moment en de jaar daarvoor zijn gestart. Weet je, je voelt gelijk heel veel. Er speelt heel veel. Er kan heel veel. En ja, dat is ook echt wel wat je voelt. Ja. Ja. Dus dat zit een beetje in dat DNA. Hè? En laten we het daar maar meteen over hebben. Het Jumbo-DNA. Samen ondernemen en winnen. Dat betekent dat je niet alleen verantwoordelijkheid krijgt hier in een baan of in een traineeship, maar ook autoriteit. Je mag ook gewoon dingen uitvoeren. Ja. Hè? Dus hoe zouden we dat dan verder kunnen pinpointen, Monique? Samen ondernemen, winnen. Wat hangt daar volgens jou eigenlijk onder? Kijk, onder samen zie ik heel erg dat iedereen meedoet, iedereen toedoet. Ook het samen is, ik had het net al over een platte organisatie. Wij kennen minder hiërarchie. Voor mij is iemand die daar werkt of daar werkt gelijk. Mm. Dus dat is eigenlijk wel wat je bij Jumbo ziet, ook onder samen. En natuurlijk moet je ervoor gaan. Dat ondernemen, dat is eigenlijk wel het moeilijkst vaak om uit te leggen. Want het geldt ook voor de medewerkers in de winkel. Maar door die 7 zekerheden zijn er gewoon spelregels of gewoon een gedragsregels. Daar kan iedereen mee werken. Van waar staat dat? Ik loop het mee. Dus dat is het je bent gewoon met de klant bij. En je ziet kansen om de klant beter te bedienen. En dat zien we echt als ondernemer. Ja. Dat kan iedereen doen. Ja, en dat winnen is eigenlijk meer het trots zijn op het bedrijf of wat je doet. Of de klant voor je te winnen. En het is niet zozeer dat wij een prijs willen winnen. Natuurlijk is dat leuk als jij betrokken en bevlogen medewerkers hebt. Maar het is echt wel het winnen is echt wel de klant voor ons. En het samen doen. En dat samen, dat we er trots op zijn. Ja, ja, en er ook vol voor gaan. Winnen is ook wel echt er vol voor gaan. En soms is het resultaat helemaal top. En soms is het resultaat iets minder. Maar dan heb je er ook van geleerd. Ja. Fouten maken mag ook. Ja. Dus daar vol voor gaan is ook wel heel erg wat in dat ondernemen terugkomt. Ja. En ondernemen betekent dus dingen doen. Uitvoeren. Soms, zoals jij zegt, erachter komen dat het even niet zo gewerkt heeft. Als je er maar over nadenkt. Zeg maar waarom je iets gedaan hebt en dat je daar ook mee aan de slag kan. Dus dat zit ondernemen ook in. Ja, winnen, dat ademen hier volgens mij ook aan alle kanten. Hè. Het is niet zozeer dat wij nummer 1 van Nederland moeten worden, maar we willen wel gewoon een goede supermarkt zijn. Hè, met de juiste prijzen, met een dikke service en waar mensen gewoon graag komen, toch? Hè? Dat is toch daar waarvoor we gaan, toch? Ja, absoluut. Ja. Ja, oké. Als het gaat over de formules, dan wijken wij misschien wel een beetje af van de Albert Heijn-formule of de Aldi-formule. Hoe is die formule volgens jou zeg maar neergezet in supermarktland? Hoe kijk je daarnaar? Ja, dan moet ik wel een beetje herhaling vallen van de 7 zekerheden. Maar als je er inhoudelijk in gaat, dan zie je dat we en een hele lage prijs hebben. We hebben everyday low pricing plus. We hebben Even uitleggen. Hè. EDLP, everyday low pricing. Dat is iets anders dan alleen maar 1 plus 1 gratis. Hè? Nou, dat noem je high-low in onze wereld. Ja. Wij vinden het fijn, of wij hebben naar de klant geluisterd, dat ze elke dag het vertrouwen kunnen hebben dat ze gewoon goedkoop uitzien. Dat ze niet hoeven na hoeven te denken dat ze vertrouwen hebben dat de prijs zo laag is. En waarom hebben we wel? We noemen het ook plus. Het is, je moet natuurlijk wel met de O's meedoen of met de marktramen, het idee. En je moet ook voor de klant de winkel aantrekkelijk en dynamisch maken. Dus dat is erin. Maar en daar tegenover staat ook nog groot assortiment en ook een full service. Nou, dat is eigenlijk wat uniek is, wat niet kan. Dus marketingtechnisch, dus eigenwijs doorgezet. En dat maakt het anders. En wat we nu op zitten, dus we kennen de regionale supermarkt. Dus gewoon de normale. Maar 10 jaar geleden zijn we met foodmarkten begonnen. Dus hele grote, mooie winkels. Waar nog groter soort mensen. Dus echt onze stores waar we een voorbeeld aan hebben. Waar we dingen met proef draaien. Er zijn ook cities, kleinere winkels ontworpen. En we hebben natuurlijk Jumbo.com. Ja. Wij geloven echt binnen Jumbo in, ik hoorde net, ik doe alleen maar online. Wij geloven echt in de omnichannel manier. Ja, omnichannel als in, we willen daar zijn waar de klant is? Ja, we willen daar zijn waar de klant is. En de ene keer heb je een feestje, denk je van, ik doe online. En de andere keer, ik ga naar de foodmarkt, want ik heb paas en ik wil het meest mooie uitpakken. Brunch organiseren. En we hebben natuurlijk ook nog Laplace als omnichannel
toegevoegd om de hele lekkere, gezonde maaltijden recht te doen. Dus een trainee kan ook verwachten dat hij eigenlijk op allerlei soorten onderdeel binnen Jumbo straks aan de slag kan, om daarmee aan de slag te gaan. Hè? We zoeken ook plekken die dicht bij datgene zit waar zij sterk in zijn, wat ze leuk vinden om te gaan doen. Hè? Ja. Dat is geen garantie, maar we zoeken wel hard. En er is ons alles aan gelegen dat wij die plek zoeken waar zo'n trainee lekker aan de slag kan. Hè? Ja. Kun je daar iets over vertellen, over hoe we daarmee omgaan? Nou, in de 3 jaar zit natuurlijk ook standaard een winkeljaar, hè, waarin je echt een jaar lang echt in de winkel bent. Assistent-filiaalmanager. Daar ga je heel veel leren, heel veel meemaken, heel veel zien. En eigenlijk zouden we het al onze hoofdkantoormedewerkers gunnen om een jaar lang in die winkel mee te draaien. Ja. Want de inzichten die zij daar opdoen, die zijn cruciaal om in andere vakgebieden, met name ook op het hoofdkantoor, goed vorm te geven aan alles wat we doen. Dus die inzichten die zij daar opdoen, die zijn super waardevol. En daar kunnen zij ook heel veel mee in de jobs waar ze inkomen. Ja. Binnen traineeship en ook natuurlijk na traineeship. Ja. We kijken altijd wel ook, als het gaat over hoe we zoeken naar de beste plekken, kijken we wel naar wat zijn de kwaliteiten van een trainee, waar zit de kracht, hè? En waar zitten ook nog de ontwikkelpunten, om op die manier ook goede aansluiting te vinden in alles waar zij ook voor in een traineeship starten. Prachtig, dus in de winkel leren over hoe je datgene wat daar gebeurt meeneemt straks naar je hoofdkantoorfunctie. Ja. Om echt te snappen, hoe kan ik het nou die medewerker op één zetten en daarboven ook die klant op één zetten. Monique, volgens mij hebben we ook 2 events tijdens het jaar waarin we naar de vloer gaan, hè? Ja, dat zijn de 2 leukste. Eigenlijk deze week hebben we weer. Ja, ik ga morgen naar Hengelo en donderdag naar Deventer. Ja. Om mee te werken op de vloer. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Hoe zit het in elkaar? Ja, 2 keer per jaar gaan wij in de winkel meewerken. Om de winkel te ontzorgen. In ieder geval de entree. Gewoon om de klanten weer te zien en te voelen en te ruiken. En vragen te hebben. De vragen die er zijn die we weten. Dus lekker meewerken. Ja. Ja. Dus dat ook met kerst, hè? Dus met kerst samen op de kerstvloer, samen op de paasvloer. De momenten waar het enorm druk is in de winkels her en her in Nederland. Maar ook heel druk is op distributiecentra. Ja. Ja. EFC's, de Electronic Fulfillment Centers. De hubs, van waar die busjes eigenlijk allemaal vertrekken. Ik zit morgen naast de bestuurder van zo'n gele bus om te leren hoe gaat dat thuisbezorgtraject. Ja. Allemaal waardevolle informatie om hier op kantoor in Veghel te gebruiken. Hè? Katie, nog even naar jou. Als het gaat over de impact die trainees maken hier binnen Jumbo. Als we daar eens naar kijken. Hè? Dus je begint in jaar 1. Je leert een afdeling kunnen. Wat zie je gebeuren met die trainees? Wat doen die? Welke impact maken die? Ja, zij komen natuurlijk wel echt met een hele frisse blik binnen. Mm. En ook, het zijn over het algemeen natuurlijk hele jonge mensen. Dat is ook nieuw leiderschap, zo zien wij dat dan. Die doen dingen op een andere manier, komen met nieuwe initiatieven. En kijken ook anders naar hoe wij processen hebben ingericht. Wat ze vinden van hoe wij naar de winkels gaan met onze implementaties. Dus daar zit vooral een hele frisse blik. En met de jobs waar ze in het eerste jaar ook inkomen, kunnen zij ook echt goed meedraaien in wat het nou betekent om in dat hele grote, soms ook wel hele complexe landschap waarin we opereren, toch voor henzelf het pad uit te stippelen. Hey, maar daar, dat is belangrijk, daar zit een kracht, daar ga ik aanpakken, dat kan beter, efficiënter, makkelijker. Ja. Dus wij zien dat, misschien wel een beetje lichtelijk bedrijfsblind geworden door alle jaren heen, met die frisse blikken, gewoon een andere kijk op de business en waar we ook aan moeten denken. Ja. Ja, heel goed. We gaan razendsnel in de tijd. Ik zie dat de regie aangeeft, Jelle, de volgende poll staat alweer klaar. En die is mega belangrijk, want het zal wel leuk zijn om van ons te weten wat wij vinden van de business. Maar wat vind jij belangrijk in deze vacature, in deze baan bij Jumbo straks? Zou je dat eens kunnen weergeven in de poll die, als het goed is, nu voor je klaarstaat? En dan gaan wij daar weer op antwoorden. Monique, zijn er nog andere dingen die je graag met ons zou willen delen als het gaat over cultuur, DNA bij Jumbo? Terwijl we de studenten de kans geven om te antwoorden in de poll. Zijn er nog dingen die onbesproken zijn geweest? Eigenlijk, ik heb het samen ondernemen winnen. Het open cultuur, meer out of the box, de oplossingsgerichtheid. Ja. De ruimte die je gewoon wel krijgt om initiatieven ook echt te ontplooien. En echt wel gewoon je ding ook te doen. Ja. Ja.
dan moet je wel gewoon gewoon een frisse kijk, een goede visie. Ja. En ook weten waarom je dingen wil aanpakken. Ja. Maar dan is er ook heel veel ruimte voor. Ja, dus ruimte om te ondernemen, hier en daar ook fouten te maken, daarvan te leren. Ja. Minder corporate, dat is denk ik ook een belangrijk ding. Ja. Hier binnenkomen is niet zeg maar volgens een bepaald stramien, maar dat bruisende wat jij schetste als je binnenkwam toen jij hier voor het eerst kwam kijken. Dat is iets wat wij ook graag willen uitdragen. Hè? Dat is absoluut. Dat familiaire, dat Brabantse. Ja, toch? En dat zie je ook in het foodcafé, hè, waar wij lunchen, kantine. Daar zit ook iedereen naast elkaar. Het komt binnen, het gaat zitten of samen sporten. Of ja, dat ja. bij ons past. Ja. Dat doen we graag. En mooi, hè? Komt allemaal naar dat voren. Zagen ze allemaal in de film voorbij komen. Is dat wij hier vanuit Veghel ook faciliteren dat we vooral ook vitaal willen zijn. Ja. En dat betekent dat we hier in Veghel een fantastische gym hebben. Arie Boomsma, eat your heart out. Want dat is echt wat we hier fantastisch gefixt hebben. En her en der in Nederland zijn we ook bezig om mensen in andere jumbo's te faciliteren. Om goedkoop te sporten. Ja, ja, absoluut. Zijn we hard mee aan de slag. Ik kijk eens even naar de poll. En ik kijk naar mijn regisseuse achter de camera. Er staat hier iets in. Ik ververs mijn beeld. Maar ik zie nog niet iets voorbij komen. Ik wacht nog heel eventjes om te kijken of dat daar dan ook op staat. Die zie ik staan. Ik zie hier iets anders. Het gaat hier over de lobby en over de begin- en de eindtijd. Dus dat is net iets anders. Maar in de tussentijd, anders komen we daar zo meteen eventjes op terug. Als het gaat over de antwoorden die hier in zitten. Ik ga even kijken en ik zie staan dat wij dan eigenlijk gewoon doorgaan naar de hoogtepuntenvideo van 2022. Hartstikke fijn dat jullie hier aan tafel zaten, ja. Dat jullie antwoorden gaven. Ik denk dat het enorm waardevol is voor de studenten om te weten, goh, hoe ziet dat bedrijf eruit? Straks natuurlijk met de trainees, maar nu met jullie. En we verwelkomen zometeen nog twee gasten. Dankjewel voor jullie komst. Oké, dankjewel. Ja? Succes. Okay. Running through the strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, bitches on my phone lights, everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription, taking swings and even missing, but I don't care. Just a little bit, freedom more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo. Now making more, just a little bit, spin a little more, take a bit of it, smile a little more in a minute with I've been running through this strange life, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone light, everything is so fine, little bit of selfish moment, I've been feeling helpless, sick of seeing all the selfies, now I don't care, found myself a new vocation, calibrated motivation, no more static, change the station, headed somewhere, I'm dancing more, just a little bit, breathing more, just a little bit, care a little less, just a little bit, like life is woo, I'm making more, just a little bit, spin a little more, to get rid of it, smile a little more, and I'm into it, honestly man, lately I've been running through this strange life, chasing all the van het teamwork van team Jumbo Visma, dames en heren. Sick of seeing all the selfies, now I don't care. Found myself a new vocation, calibrated motivation. No more static, change the station, head to
little bit. Breathe more, just a little bit. Care a little less, just a little bit. Like life is woo. I'm making more, just a little bit. Spin a little more to get rid of it. Smile a little more in a minute. Honestly, man, lately I've been running through this strange life, chasing all the green lights, going up to shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone light, everything is so fine. Little bit of sunshine. En terug in Veghel, hier bovenop de brug, vlakbij de foodmarkt. Moet je ook absoluut een keer komen bekijken. Zo'n prachtig uithangbord van de Formule Jumbo. Aan tafel aangeschoven, Elske en Piet. Elske, jij als programmamanager organisatieontwikkeling, management development. En Piet, jij als manager support en transformation. We willen graag helder krijgen hoe dat traineeship in elkaar zit. En wat mensen daarvan kunnen verwachten. En hoe mooi is dat om dat met jullie te doen. Want Elske, jij hebt je daar behoorlijk bij bemoeid, hè, de afgelopen jaar. Als het gaat over het programma en wat daarin zit. Kun je ons eens meenemen hoe zo'n programma eruit ziet? Wat gaan we dan eigenlijk allemaal doen? Welk avontuur ga je aan? Ja, precies. Ja, zeker. Ja. Nou, Katie vertelde net in de vorige ronde al iets over die 3 jaar. Hè. Je bent 3 jaar bij, kom je bij ons binnen. Het eerste jaar word je geplaatst op een functie op het hoofdkantoor. Dat zijn functies, daar hebben we al een heel mooie scala aan. Het kan zomaar zijn dat je consultant tegen data wordt of organisatieontwikkeling. Of dat je als concept developer of food development manager bij ons food college gaat nadenken. Oh, okay. Over die producten die wij maken en over ons assortiment. Daar hebben we een heel mooie scala aan functies. En in het tweede jaar ga je dan die winkel in. Nou, daar hebben we natuurlijk net al even een beetje over gepraat. Dat is een jaar waarin je echt gaat leren wat de impact is van alle besluiten op het hoofdkantoor. En de impact daarvan op de winkel. Maar het is ook een jaar waarin het gaat over leiderschap. Dus waarin je echt een team van 50 man gaat aansturen en gaat leren over hoe verhoud ik mijzelf tot zo'n rol. En wat kan ik leren? Wat is mijn stijl als leider? Ja, dat is een te gek jaar. Ook een heel pittig jaar. Ja. Maar wel een te gek jaar. Ja. En in dat derde jaar ga je echt impact maken en ondernemen. Ja. En dan gaat het veel meer over zelf projecten opzetten, stakeholders meekrijgen. Ja. Dus er zit een mooie opbouw in, zullen we zeggen. Ja. Piet, even naar jou toe. We gaan straks zeg maar naar een, als mensen gesolliciteerd hebben voor de functie, waarschijnlijk veel meer mensen als dat we daadwerkelijk kunnen plaatsen. Ja. Dus er komt straks een, zeg maar een recruitmentdag, hè, met allerlei live cases. We gaan er niet te veel over verklappen. Maar als we daar naar kijken, waar let jij dan op als je zo'n trainee daar daadwerkelijk ziet acteren, zijn best doen, haar best doen, om daadwerkelijk dat traineeship te fixen, om daar binnen te komen. Waar let jij dan op? Ja, toch wel het Jumbo-DNA, denk ik. Hè? Dus je weet, als je aan bent gekomen op dat punt in het traject, nou, dan zijn er al best wel wat stappen geweest. Dus nou, dat zijn allemaal hele slimme, talentvolle jonge mensen die we daar zien. En inderdaad, we verklappen er niet te veel over. Maar het is natuurlijk een dag waar best wel wat spanning op zit. Wat druk op zit. Ja. Dus dan ga je kijken, hoe kun je dan toch zorgen dat je samen onderneemt en wint. Ja. Hè? Dus dat is belangrijk, die balans. Want dat is belangrijk in het dagelijks leven, in ons leven hier binnen Jumbo. Dus daar gaan we dan ook extra op letten. Of je die balans weet te vinden tussen die 3 belangrijke elementen. Ja, dus samen ondernemen en winnen, dat is iets wat wel in de oren geknoopt mag worden. Ja, zeker. Hoe je daar dan concreet inhoud aan geeft tijdens zo'n assessmentdag? Ja, hoe ga je dan dat doen? Hè? Dus je wordt in een groepje gezet en nogmaals, het verklapt niet te veel, maar je hebt dan meteen door van oké, we zitten onder tijdsdruk, we moeten resultaat halen en we moeten het samen doen. Ja. En die 3 zaken bij elkaar brengen, ja, ik zie dat als een voorrecht om daarbij te mogen zijn. Ja, hè? Prachtig om te zien. Even naar jou, Elske. Als het gaat over trainen, als het gaat over leren en ontwikkelen, doen we dat met leerpartners en ook vanuit onze eigen academy. Wat mogen trainees verwachten in zo'n leertraject? Wat gaan ze zo al doen? Wat gaan ze leren? Ja, nou, we hebben een partner daarvoor. Dat is onze partner Brain Bakery. Ja. Dat is onze opleidingspartner. Dus daar gaat iedereen bij in opleiding als groep. En het motto van Brain Bakery is no more boring learning. Ja, zij hebben met ons aan een opleidingsprogramma gewerkt waar we zeggen, we willen wat meer innovatieve vormen van leren. Niet het hele klassikale. Maar ook kijken, kunnen we in de vorm van podcast maken. Jij gaat vaak met ze op retail safari. Ze gaan ook naar bedrijven zoals Jumbo, of helemaal niet vergelijkbaar als Jumbo, om ook te leren van wat doen leiders op die plekken. Ja. Dus we proberen creatief te zijn in die leervormen. Ja. Maar daar zit heel veel fun in. Hè? En tegelijkertijd is het ook gewoon een programma waar je echt werkt aan je competenties en aan je leiderschap. Ja. Dus je werkt elk jaar heel gedegen aan competenties die horen bij wat je dat jaar te leren hebt. Je hebt een goede ontwikkelvraag.
En daar zit een dedicated coach op vanuit ons. Intern, daar zit loopbaancoaching op. Dus daar zit een soort netwerk van mensen omheen die met jou bezig is. Wat is precies, wat heb je te leren? Wat is je uitdaging en welke stappen kun je daarin zetten? Ja. En dat betekent eigenlijk ook dat wij wat van dat wij wat bieden, hè, als het gaat over zo'n leertraject. Ik denk dat we ook wat van zo'n manier vragen, denk ik. Hè? Ja. Maar stappen die ze moeten zetten. Kun je daar iets over schetsen? Nou, ik denk belangrijk om te noemen is als ze bij ons in dienst komen, dan zitten ze ook echt op een volwaardige functie. Ja, het is niet dus boven... Het is niet boven formatie, zoals we dat noemen. Precies. Ze vervullen echt een openstaande rol of een openstaande facture. Omdat we het ook belangrijk vinden dat ze die verantwoordelijkheid krijgen, maar ook gaan pakken. Ja. En dus ook gaan leveren. Ja. In die rol. Ja. Ja, en dat is natuurlijk in het begin best wel spannend, want je bent 3 keer opnieuw aan het inwerken. Zo is het natuurlijk ook over die 3 jaar. Ja, en steeds weer op een hele andere plek. Ja. Mooi, Piet. Ik kan me zo voorstellen, jij begeleidt zo'n trainee. Hè? Iemand zit op jouw afdeling. Ja. Hè? Hoe pak je zoiets aan? Het begeleiden van zo'n trainee. Want het is een belangrijke taak. Wil je vol mee aan de slag? Hoe doe jij dat? Ja, ik doe dat, en Elske zegt het al, dat zijn die 2 elementen. Er is gewoon een rol waarbij iets van je verwacht wordt, als waren je geen trainee. Hè, dus, en daarnaast ben je een trainee en heb je dat mooie programma met al die mooie elementen daaromheen. Maar ook in de rol kun je natuurlijk wel extra jezelf laten zien. Hè? Dus het vervullen van de functie is de basis. Maar als er vervolgens aan een MT een presentatie over een bepaald project gedaan moet worden, ja, kijk ik altijd wel van, kan ik die trainee daarvoor vragen? Want die willen we natuurlijk zien op de momenten die ertoe doen. Ja. Dus het gaat om de basis, daaromheen zit een mooi programma. En je kunt zelf, ja, dat is weer een stukje ondernemerschap, je kunt zelf het stuur pakken en daar ook zelf een invulling aan geven. Ja. Ik kan me ook zo voorstellen dat mensen om die trainee heen soms ook wel eens denken, wauw, wat doe je allemaal voor gave dingen. Ja, huh? ja dat klopt. Dus aan de ene kant ben je onderdeel van een gewone afdeling en draai je daar gewoon mee. Ja? Of het nou in die winkel is of hier op het hoofdkantoor. Maar het is ook wel zo dat dit groepje mensen best wel select is en belangrijk voor ons is. Ja, toch wel een beetje de future leaders. Ja zeker. Elske, als het gaat over projecten, als het gaat over kansen die zo'n trainee kan pakken, kun je er dan een paar van schetsen? Zo'n traject of zo'n kans die zo'n trainee daadwerkelijk ruimte geeft om te groeien binnen Jumbo? Ja, ze krijgen specifieke opdrachten ook wel vanuit het opleidingsprogramma. En in het tweede jaar focust zich dat vooral op een opdracht samen doen. Mm-hmm. Dus samen met je traineegroep nadenken over welk onderwerp raakt ons. Waar hebben we een passie voor gezamenlijk of waar willen we verandering maken? Ik vind het toffe aan deze groep mensen die onze organisatie inkomt, dat ze zeggen wij willen impact maken. We willen verandering teweeg brengen. We willen een tegengeluid laten horen. Ja, dat is ook wel wat je hoopt. Dat hebben we ook nodig. Dus zij richten zich in het tweede jaar gezamenlijk op een project en dat kan over duurzaamheid gaan. Dus vorig jaar ging het over het inzamelen van koffiecups in de winkel bijvoorbeeld. Ja. Hebben ze hele mooie pilots voor opgezet die dan nu weer door de organisatie worden opgepakt om verder gebracht te worden op andere plekken. Ja. En dan loop je best wel tegen stakeholder management aan. Want we zijn niet altijd zo ver als de idealen van de groep die nu de arbeidsmarkt opkomt. Nee. En dat spel is waanzinnig om te zien. En in het derde jaar krijgen ze echt de ruimte om individueel een project op te pakken. Daarvan zeggen we dat moet een project zijn wat goed kan mislukken. Ja. Want dan heb je een goed daar project in handen. Leren, als het ware. Hè? En dat ook als leider te gaan oppakken en ook weer te gaan overdragen aan andere leiders. Je noemde duurzaamheid al even. Hè? Een enorm belangrijk topic binnen Jumbo. Ja. Willen we vol mee aan de slag? Zijn we hard mee bezig? Als we dan naar jouw afdeling kijken, Piet. Hoe vertaalt zich duurzaamheid bij jou op de afdeling? Of misschien wel een combinatie met dat traject van dat traineeship, duurzaamheid? Ja, duurzaamheid is echt heel erg belangrijk voor ons. Hè. Dus ik kom zojuist uit een MJP-sessie, ons meerjarenplan. Dus daar hebben wij 5 keuzes in. En een van die keuzes is heel nadrukkelijk op duurzaamheid en gezondheid. Ja. Dus over het thema duurzaamheid hebben we het dan op strategisch vlak, maar ook concreet. Dus hoe gaan wij minder voedsel verspillen? Wat kunnen we daar allemaal voor doen? Hoe gaan wij onze verpakkingen duurzamer maken? Dat zijn de grote thema's die strategisch er te doen, maar ook gewoon dagelijks in onze projecten die we draaien. Mm-hmm. Dus het is een integraal onderdeel. En die trainees, ik krijg er hopelijk 1, maar ik hoop op nog veel meer, want die kunnen we daar natuurlijk volledig op aanzetten op dat soort thema's. Want Elske zegt het al, die nieuwe generatie brengt toch wel een manier van denken binnen die wij juist op dit soort thema's heel goed kunnen gebruiken. Ja, we hadden het al even in het voorbespreken hier van Elske over het feit dat collega's in de landen, con-collega's, misschien wel het traineeship al een beetje aan het afbouwen zijn, daarmee aan het stoppen zijn. We vertellen niet welk bedrijf, maar dat hoorden we vanochtend. Wij gaan er eigenlijk vol mee door. Hè?
Het betekent niet dat we niet kijken van rendeert zoiets, wat brengen ze versus... Dus er moet ook eigenlijk gewoon geleverd worden. Ja, zeker. Ja? Ja. Hoe ziet dat eruit? Nou, we zijn natuurlijk begonnen toen die hele spanning in de arbeidsmarkt nog niet zo heftig was als nu. En dat was wel echt vanuit de behoefte om dat frisse geluid binnen te halen. Ja. En om ook tegengeluid voor onszelf te organiseren, hè, in een hele competitieve markt. Toen kwam die arbeidsmarkt er nog eens overheen. Het wordt natuurlijk steeds moeilijker, ook om talent aan je te binden. Maar toen waren we al begonnen en het is ons gewoon zo goed bevallen dat wij helemaal niet de intentie hebben om daarmee te stoppen. Omdat we merken dat deze mensen een andere stijl ook wel komen binnenbrengen. Dus wel binnen het DNA wat we verwachten van iedereen die hier werkt. Maar ook wel weer andere stijlen laten zien en andere manieren om dat DNA in te vullen met andere idealen, andere ideeën. Ja, dat is mega waardevol voor deze organisatie. En ook op leiderschap. Leiderschap van 10 jaar geleden is niet meer wat leiderschap nu is. Nee. Dus wat zij daarin verwachten en hoe ze daarnaar kijken en wat hun eigen stijl daarin is. Ja, ik gun dat Jumbo om dat elk jaar wel een nieuwe aanvoer van te hebben. Ja. En daar waren we in de jaren 90, we zien ook wel die zero's, zeg maar, top-down benadering heel normaal was. Is dat bij Jumbo eigenlijk helemaal niet zo. Hè? We noemen dat ook wel de frietzak van Jumbo. Ja. Het omgekeerde aansturingsmodel. Wij hier in Veghel zitten eigenlijk onderin en we doen het voor de mensen boven ons, zijn de medewerkers en de klanten. Hè? Zeker. Hoe vertaalt zich dat bij jou op de afdeling naar dat model? Nou ja, dat voel je dagelijks. Hè. Ja? Dat is dan die Jumbo-ziel. Dus jij zit onderin, zeg maar. Ik zit onderin de frietzak van Support and Transformation. Ja. En daar zit ik heel graag. Want zonder gekheid, dat is echt bijzonder. Ik werk nu 5 jaar bij Jumbo, maar daarvoor heb ik dan bij organisaties gewerkt die wel wat traditioneler zijn. Ja. Ja, dat is echt een heel stuk anders. Hè. Dat is soms wel wat duidelijker, wat meer zwart-wit. Ja, dus als je daarnaar op zoek bent, dan is het bij Jumbo anders. Want ja, wij zien dat die wereld te dynamisch is, te turbulent. Er zijn te veel ontwikkelingen. En we hebben echt mensen nodig die autonoom daar ook keuzes in kunnen maken. Die passen bij datgene wat we binnen Jumbo willen. Ja. Dus die frietzak staat volledig aan. Ja, hè? Zeker. Ik kan me zo voorstellen, Elske, ook dat we voeren hier vanmiddag geen marketingshow op. We willen gewoon echt en eerlijk open laten zien hoe dat traineeship in elkaar zit. Er zijn ook vast dingen waar trainees tegenaan lopen, toch? Waar ze moeite mee hebben, wat ze lastig vinden. Ja. Kun je daar eentje uit schetsen die de afgelopen jaren naar voren kwam als zijnde, goh, daar lopen we wel een beetje tegenaan? Ja, meerdere denk ik hoor, maar inderdaad wat Piet al aangeeft, het is, je moet echt autonoom je weg zoeken. Ik vind het een hele platte, toegankelijke organisatie. Natuurlijk is er hiërarchie, maar iedereen is wel gelijkwaardig. Dat betekent dat het soms ook heel onhelder is waar je dan in godsnaam moet zijn. Ja. En we hebben enorm veel verschillende functies en afdelingen waar je echt wel even je weg in moet vinden. Dus dat vraagt ook lef en dat vraagt ook veel zelfreflectie en veerkracht bij tegenslag, zeker. Een winkeljaar is natuurlijk ook best wel pittig. Een jaar lang, als je eenmaal van de universiteit komt, van je HBO, en je wilde zo graag op dat hoofdkantoor werken, dan gaan we maar aan staan. Er staat 120 een jaar man op lang je te in wachten. De winkel. Aandacht. Ja, ja. Ja, dat zijn wel pittige dingen. Ja, en zo kunnen. Ik denk dat ze dat straks in die breakouts met de huidige trainees ook wel echt goed kunnen bespreken. Ja. Nee, dat is waar. En we voeren ook geen marketingshow op, omdat we gewoon merken. Het zit, weet je, iedereen die hier solliciteert, die kan het. Daar twijfelen we niet aan. Nee. Maar je moet het willen, je moet het leuk vinden. Het moet je passen, de cultuur moet je passen. Dus daar kijken we ook heel sterk naar dat DNA. Ja. Ja, dat heb je of dat heb je niet. Ja. Dus daar... Daar kijken we naar. Ja, en dat zien we in de selectie. En als je eenmaal begonnen bent, wij hebben er ook baat bij om daar aan de voorkant al stevig op te selecteren. Ja. Want dan ben je ook succesvol bij Jumbo. Ja. Ik kan me zo voorstellen. Ik kan me ook voorstellen, Piet, er zitten nu mensen uit Den Helder of misschien wel uit Assen, zeg maar, in de call. Hè? Mensen die her en der in Nederland wonen, die denken van, nou, Veghel, maar god, waar ligt het? Hoe kom ik er? Daar hebben we oplossing voor, hè? Want ook wij werken gewoon super dynamisch dwars door Nederland heen. Zeker. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Zeker. Nou, sowieso, Veghel zien wij als het centrum van het universum. Maar even zonder gekheid. Nee, ja, ook daar merk je dat we natuurlijk steeds moderner worden. Hè. We hebben bij Jumbo veel locaties. Je noemde straks al EFC's, distributiecentra. Dus daar kunnen we werken. We vinden het wel fijn om in ieder geval 3 dagen in de week hier op het hoofdkantoor met elkaar te zijn. Want we geloven ook wel... Mensenbusiness. Ja, we hebben mensen, we geloven ook wel echt in die verbinding en dat contact. En we hebben bij corona gezien dat heel veel kan in een teamsomgeving. Maar nou, straks viel al de Jumbo-ziel als woord. Ja, we geloven er wel in dat je die toch echt wel samenbrengt. Maar we hebben ook geleerd dat je gewoon echt ook wel vanuit locatie of thuis veel meer kunt doen. Dus dat past hier ook prima. Ja. Ja. Ja.
Dus in ieder geval fijn om te weten dat je niet 5 dagen in de week naar Veghel hoeft af te reizen, maar dat een combinatie daarin heel goed kan. Elske, wat zou jij de mogelijke trainees mee willen geven vanuit de slides die jij in je hoofd hebt zitten? Zijn er zaken die we nog niet besproken hebben en die je absoluut nog even zou willen... Waar je aan zou willen refereren? Ja, ik zag net ook wel een vraag in de chat van iemand die zei... Goh, zijn er dan bijvoorbeeld ook plekken bij finance of op andere plekken in de organisatie? Ik denk dat het goed is wel om mee te geven dat we in die zin heel allround zijn. We hebben niet alleen maar functies aan de commerciële kant... of bij marketing, inkopen, assortimentsmanagement. Maar we proberen dat zo breed mogelijk in te zetten. Dus we proberen een diverse groep te selecteren... die op alle plekken van de organisatie in principe zou kunnen landen. We werken met een vaste set van rollen waar we ze op plaatsen. Maar zeker als ze wat meer richting hun derde jaar gaan, dat gaf Katie ook wel aan, gaan we echt met elkaar in een zoektocht van waar ligt jouw ambitie? Wat is jouw uitdaging? Wat heb jij te leren? En kijken we ook of we soms plekken vrij kunnen maken bij afdelingen waar dat nog niet is. Ja, daar proberen we zoveel mogelijk maatwerk in te leveren. Zeker omdat we gewoon willen dat je op een fijne plek uitstroomt. Dus ja, er zijn ook mogelijkheden om bij finance of bij HR of bij IT. Of, ja, je kan het zo gek niet bedenken. Nee. Dat is gewoon de zoektocht. Dat is ook wel een voordeel van een groot bedrijf. Hè? Veel afdelingen en daar waar jij sterker bent of waar je veel wil leren of waar je hart ligt, hè? Daar kunnen we mee aan de slag. Ja. Voor de wissel hadden we nog de poll en in die poll daar kwam de stelling voorbij van goh, wat vind jij nou eigenlijk belangrijk in jouw functie of straks in dit traineeship? En Carlijn antwoordt daar, de ambitie onder de aandacht worden gebracht dat je binnen verschillende functies kan leren en verder ontwikkeld kan worden. Meerte heeft het over ontwikkeling en uitdaging in die verschillende functies. En Alexander vertelt de mogelijkheid om jezelf te ontwikkelen op verschillende vakgebieden om echt te kijken wat bij je past. Nou, dat is eigenlijk het traineeship, toch? Hè? Zeker, ja. Zeker. Nee, dus ik vind het gewoon echt een heel mooi programma, die eerste 3 jaar dat je het ziet. En wat je ook merkt, hè, ik als lijnmanager zeg maar, dat je natuurlijk met interesse kijkt naar wanneer komen ze vrij. Want ja, als je openingen hebt in je afdelingen op plekken waarvan je denkt van ja, daar hebben we echt wel echt iemand nodig die op dat samen ondernemen weer een verschil kan maken, ja, dan is die trainee groep die nu uit jaar 3 komt super interessant. Ja. Dus ik ben bijvoorbeeld ook heel blij dat wij een plek recent hebben opgevuld met iemand uit het traineeprogramma. Ja. Dus dat is wel mooi om te zien dat gewoon echt werkt. Ja, en we hadden het er kort al even over, is het dan echt zo vernieuwend? Is het anders dan anders wat zo'n trainee dan brengt? Ja, dat vind ik wel. Juist vanwege die brede blik. Hè? Ja. Dus als iemand, je merkt nu al, een relatief jong iemand die dan bij ons in de rol komt van optimalisatie-expert, die heeft gewoon een jaar in de winkel gezeten. Ja. Ja, die is gewoon, dus die brengt daarmee zoveel kennis en kan dat combineren aan nog een jaar bij supply chain. Ja. En nu zit hij dan dicht tegen commercie aan. Ja, dat is gewoon heel mooi om te zien dat die meerwaarde meteen heel duidelijk wordt. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat zo'n trainee ook zegt, ja Piet, leuk wat jij bedenkt hier in Veghel, maar dat gaat dus niet werken in de winkel. Hè? Ja, maar dat is precies wat we willen. Ja, hè? Ja, nee, dus dat lef en inderdaad die platte organisatie waarbij je kennis en ervaring meeneemt van je traineeship. Ja, daarvoor zijn ze ook zo populair om in de lijn te laten landen. Ja, ja. Mooi om te zien. Ik heb het genoegen om met de trainees ook te trainen. Ik neem ze mee naar buiten, alle buiten Jumbo-activiteiten. Dan moet je denken aan, we hadden het al kort even over bezoeken aan bijvoorbeeld leveranciers. Of dat nou HEMA is, of onze visleverancier, of dat we op retail safari gaan, of dat nou Amsterdam, of Brussel of Londen is. Er is mij alles aan gelegen om ook te leren van andere organisaties, van andere manieren van aansturen. Zodat ze ook kunnen zien, dat doen we toch hartstikke goed bij Jumbo, of niet. Er is nog wat te veranderen, want we leren hier dagelijks ook. En dat betekent dat samen met Brain Bakery, met het opleidingsprogramma en het leren op de vloer, we denk ik een heel aantrekkelijk programma hebben voor de trainees hier in Veghel. Hartstikke goed. Dankjewel voor jullie aanwezigheid hier aan tafel. Dat we die dingen hebben kunnen bespreken. En dat we hopelijk jullie inzicht hebben kunnen geven in waar het binnen dit traineeship echt om draait. En natuurlijk was het leuk om hier 4 mensen aan tafel te hebben. Maar wat is er mooier om ook gewoon live nu contact zometeen te hebben met de trainees uit de 2 jaar gangen die we al hebben. He, jullie worden, als het goed is, straks jaargang nummer 3. Maar we hebben mensen klaar zitten in verschillende breakout rooms. En je hoeft eigenlijk niks voor te doen. Hoe mooi is dat? Je wordt zometeen automatisch doorgeleid naar zo'n breakout. En dan start het vragen stellen. Zij hebben inhoudelijk van alles voor je voorbereid om met je te delen. En stel vooral de vraag, zodat jij straks goed antwoord op kan geven. Ik ga die sollicitatie versturen naar Jumbo en Veghel.
En hopelijk zien wij jullie dan op die laatste dag hier in Veghel, als we die laatste finale dag doen en een fantastische Dragon's Den voor je klaar hebben staan om te kijken, hoe ga jij leiding geven of hoe ga jij aan de slag met die functie die jij mogelijk hier gaat doen. Als ik naar de regie kijk, zie ik een dikke duim omhoog. Dat betekent dat we klaar zijn voor de breakout rooms. Dat gaan we doen in 5, 4, 3, 2, 1. Ik zie je na de breakout room weer terug hier. Tot straks. En je bent weer terug aan tafel hierboven op de brug in het Veghelse, in het hoofdkantoor van Jumbo, om samen zometeen af te ronden. Dat doe ik met Pim de Mol, campus recruiter hier bij Jumbo. En jij bent vol bezig met dat traineeship en ja, te kijken wie gaan we daar zometeen op binnenkrijgen. Van het sollicitatieproces zometeen ook tot en met de assessment dag. En daar wil ik met jou wel eventjes over verder praten. Want ik kan me goed voorstellen dat de studenten nu denken van, nou, ik heb van alles gehoord. Ik heb in de breakouts gehoord wat ik wilde vragen. Wat mij bijvoorbeeld is opgevallen, is dat een WO-master niet meer een keiharde eis is. Nee. Maar dat je gewoon moet voldoen aan dat werk- en denkniveau wat we hier op kantoren hebben. En of je dat dan met een HBO of een WO hebt gehaald, dat vinden we wat minder belangrijk. Helemaal nee, van deze tijd, denk ja, ik. Ja, zeker. He? Ja, dus we gaan assessen of iemand over academisch werk- en denkniveau beschikt. Ja. Dat kan ook zijn dat jij een bachelor HBO-diploma hebt. Precies, ja. Maar wel over academisch ja, werk- en denkniveau beschikt. Ja. Higher character train skill, dat zeggen we dan. Hè? Dus het gaat om het karakter wat we winnen. En past dat ook binnen die Jumbo-organisatie? Samen ondernemen winnen, ja, de 7 zekerheden. Laten we eens eventjes gaan kijken naar het proces vanaf nu tot aan een mogelijke indiensttreding. Dat is wel een belangrijke iets. Ik heb begrepen dat vanaf 13 maart kon je al solliciteren en dat loopt af zometeen op 16 april, geloof ja, ik. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Ja, dus de vacature staat 5 weken open. Na deze dag nog 2 weken. Dus kandidaten, sollicitanten hebben nog 2 weken de tijd om te solliciteren. Ja. 16 april is de laatste dag, dus dan sluit het. Ja. En als je solliciteert, krijg je ook direct van ons een assessment toegestuurd, mits je aan de harde eisen voldoet. Mm-hmm. En nadat jij het assessment hebt afgerond, is in ieder geval stap 1 helemaal rond. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat mensen ook een terugkoppeling krijgen. Hè? Dat gaat in week 17 plaatsvinden. Ja. Wat krijgen ze dan terug? Wat wordt er teruggekoppeld? Nou, goede vraag. Kandidaten die ronden een assessment af. Ja. En wij gaan natuurlijk naar de uitslag van het assessment kijken. Ja. Enerzijds of je over academisch werk- en denkniveau beschikt. Ja. Anderzijds gaan we ook kijken naar het breinprofiel wat eruit komt en of dat nou in hoeverre dat aansluit bij het profiel van een management trainee zoals wij deze bij Jumbo hebben opgesteld. Aha. Dus je krijgt een terugkoppeling. Hey, past jouw profiel voldoende op het ja, profiel bij Jumbo? Ah, oké. Dus als ik het goed begrijp, een breinprofiel, met andere woorden, matcht dat met een mogelijke functie straks bij Jumbo. Ja. Zodat we ook achteraf geen vervelende dingen samen ervaren. Ja, eigenlijk gaan we een beetje toekomst voorspellen van in hoeverre past dat? Matcht het, ja, ja. Match jij bij Jumbo, bij de organisatie en voornamelijk bij de rol. Ja, dat pakken we serieus aan. Hè? We hebben daar ook een firma voor bij betrokken ja, om samen te kijken daarnaar. Hè? Ja, zeker. Ja. Ja, dus daar krijgen we. Nou, zij helpen ons met de juiste keuzes maken. Ja, precies. En ik kan me voorstellen dat zo'n mogelijke trainee of iemand die solliciteert ook fijn vindt om te horen. Ah, ik had met die en die gedachte gesolliciteerd. Ik krijg iets anders terug. Ja. Dus dat je een soort van feedbackmoment voor jezelf ziet. Ja, en wat voor ons uiteindelijk heel leuk is, dat assessment. Kijk, als we weer een aantal stappen verder zijn, uiteindelijk, we hebben de selectiedag gehad en we hebben de 6 tot 8 trainees gevonden, kunnen we met hen ook kijken, hey, je voldoet in ieder geval aan het profiel management mm-hmm, trainee, mm-hmm, maar misschien heb jij wel een marketing master gedaan of een bachelor marketing gedaan. Maar zien wij vanuit het breinprofiel dat jij een hele goede match bent binnen onze afdeling Support and Transformation. En is het veel logischer dat je daar als eerste ja, start. Ja. Dus daar kunnen we ook voor gebruiken. Ja. En het is ook leuk om te zien dat in eerdere versies mensen die het net niet zijn geworden op plaats 10 of 12 stonden of 14, uiteindelijk toch zijn ingestroomd die bij ons in de organisatie. Die zie ik wel, door de gang rondlopen. Ik zie ze ja, hier lopen en zeggen, ja, ik ken je nog van het traineeship, tenminste van de sollicitatie, ja, net niet gelukt. Ja. Maar hebben natuurlijk toch een fantastische ja, dat, functie. Ja, dat proberen we ook, want het zijn talenten. Ja. Alleen, ja, we hebben 6 tot 8 plekken te vullen, dus ja, niet iedereen kunnen we plaatsen, maar je bent een talent. Ja. Dus hoe mooi is het dat we hen dan wel binnen Jumbo kunnen plaatsen, misschien niet binnen het management traineeship, maar wel ja, een andere rol. Ja. Ja. Oké. In die week 17 de terugkoppeling op de sollicitatie. Dan kan ik me voorstellen dat we als Jumbo ook dagen blokken om daadwerkelijk gesprekken te gaan voeren. Dat is eigenlijk wel een beetje een eis dat je dat dan hier doet. Mocht het onverhoopt zo zijn dat je elders op vakantie bent, dat zou dat ook nog kunnen. Maar dat is het enige moment dat we dat op die manier doen. Hè? Want ik kan me voorstellen,
alle andere dingen willen we hier toch wel echt fysiek doen, toch? Ja, klopt. Ja, het is een strak proces. Ja. Wat betekent dat wij alle eerste gesprekken op 8 en 9 mei voeren met elkaar. Ja. En die willen we het liefst, nou, sterke voorkeur hier in Veghel. Want hoe leuk is het als jij hier vast in ieder geval een beetje rond kunt lopen om ook wat sfeer te proeven. Ja, te kijken wie zit er tegenover mij en andersom ook. Ja. Dus je wordt op één van die twee dagen uitgenodigd. Wij nemen contact met je op en dan plannen we samen de afspraak in. Ja. En dat betekent eigenlijk ook dat we daar heel duidelijk in zijn. Lukt het niet op die data, dan is het wel vervelend, maar dan gaat het eigenlijk niet door. Ja, inderdaad, het is op die data. Mocht het echt niet kunnen, kan het via Teams, maar we kunnen daar helaas geen uitzonderingen in maken, omdat het zo'n groot, ingewikkeld proces is. Ja, en een boel mensen die solliciteren. Daar moeten we soms wat strenger in zijn. Ja. Eerste gesprekken hier in Veghel, 8 en 9 mei. Selectiedagen op 1 en 2 juni. Ja, dat zijn zaken die we hier in Veghel doen, hè? Dat eigenlijk, ja. Hè? Ja, daar heb jij een belangrijke rol tijdens die dagen. Dus jij weet er alles van. Ja. Maar dat inderdaad, je wordt, nou, als de gesprekken goed gegaan zijn en jij wordt uitgenodigd voor de selectiedagen, dat is de laatste stap. Ja. En dan word je op één van de twee dagen uitgenodigd. En dan ga je heel de dag met een hele mooie case vanuit Jumbo aan de slag. Hè? Ja. En op het einde het presenteren aan een grote groep. Maar jij maakt het van dichtbij mee. Ja. Dus weten hoe mooi de dag is, maar ook hoe spannend het kan zijn. Zeker, maar ik heb ook het idee dat studenten daar en sollicitanten daar van alles aan hebben. Ik bedoel, je wordt toch naar een volgende level gebracht. He, je moet presteren, net als in het echte leven. He, wat dat betreft is het misschien net iets anders als in die studententijd, maar het gaat er echt om. Je moet er laten zien. Ja, wat we graag dat is zouden moment of glory. Ja, zeker. Dus dat is 1, 2 juni en uiteindelijk starten we 1 september met de traineeship. Ja, in september starten we. En waarom is het al zo ver van tevoren? Nou ja, ik hoop dat de meesten ook gaan genieten van een lekkere vakantie. Zowel studenten, kandidaten als collega's. Dus we zijn best vroeg, zodat we op tijd weten wie er gaan starten. En dat iedereen lekker kan genieten van een welverdiende vakantie. Ja. En in september met een frisse start kan starten. Ja, hier kunnen starten in Veghel of in ieder geval de gang naar Veghel gaan maken om hier te starten in het traineeship. Ja. Dus even recapituleren. 13 tot maart tot 16 april solliciteren. Ja. Week 17 terugkoppeling krijgen. Inclusief dat feedback moment van of een toffe match. En het inplannen van de afspraak voor het eerste gesprek. Voor het eerste gesprek. Dat is 8 en 9 mei dan. Ja. 1 en 2 juni die selectiedagen. Ja. Je moet ze echt met rood markeren in belangrijke de agenda. Dagen. Ja, precies. Want daar kunnen we helaas ook niet van afwijken. Dus nee, als je niet kunt komen, dan helaas houdt het op. Ja, dus dat zijn die 1 en 2 juni. En 1 september starten we met de kick-off. Ik samen met de andere trainers om invulling te geven aan de start. Ja, mag jij ze een warm welkom geven? Ja. Ik kijk er nu al naar uit, maar er zit nog een heel proces tussen. Hè? En wij kijken er enorm uit om jullie te ontmoeten. Om je daadwerkelijk hier in Veghel te zien en van je en met je te leren. En die frisse kijk op de business daadwerkelijk van je mee te krijgen. En volgens mij hebben we alles besproken als het gaat over het loop van dit proces. Ben ik nog wel heel erg benieuwd wat jullie nou van deze anderhalf uur vonden. Was dit de methode om met je in gesprek te raken, om ervoor te zorgen dat je alles leerde over Jumbo, over die cultuur en over dat traineeship? En daarvoor hebben we een Menti klaargezet. Die toveren we nu op het beeld. En scan die vooral eens eventjes met je mobiele telefoon. Of als je nog iets traditioneler ingesteld bent, toets die code in als je gaat naar menti.com. En dan zien we graag wat je van deze anderhalf uur vond. Want voor ons is het ook heel erg fijn om te weten hoe we ons daarin kunnen verbeteren. Om volgend jaar voor te zorgen dat we nog meer up-to-date naar jullie de juiste informatie geven. Ik zie hier inspirerend staan. Ik zie duidelijk en verhelderend. Dat is ook precies wat we eigenlijk wilden. Wie zijn we hier in Veghel? Hoe werken we met elkaar? Hoe zit het verloop van de traineeship eigenlijk in elkaar? Ja. Elske die heeft daar heel veel info gegeven, Piet ook. En we waren hier ook met één doel, en dus dat zo'n helder mogelijk beeld zetten, zonder poespas. Hè. Ja, we noemden al even marketing show, dat wilde het helemaal niet laten worden. En ik denk dat we er heel erg goed in geslaagd zijn. Ik lees leerzaam en informatief, verhelderend, goed georganiseerd, erg leerzaam. Facetten zijn allemaal behandeld. Dat stemt mij in ieder geval vrolijk. En al deze mensen die vandaag met ons meegewerkt hebben hieraan, al onze partners die dit in beeld gebracht hebben, dank daarvoor. Hartstikke fijn om dat te doen. Ik scroll nog even verder.
helder en overzichtelijk, ontzettend leerzaam. Ik heb een hele duidelijke uitleg gehad, mooie en duidelijke opzet, enthousiastmakend, erg professioneel, informerend. Nou ja, we moeten stoppen met die volgend complimenten. Jaar weer. Volgend jaar weer. Dus we gaan ook gewoon naar de afronding toe. Misschien hebben we nog één vraag, volgens mij hebben we die hier achter staan. Hè? En dat is de vraag, wat spreekt jou het meest aan in het traineeship? En voordat we naar de breakouts gingen, hebben we daar al een soort vraag over gesteld. Maar ik ben nog wel even benieuwd, ook voor ons hier in Veghel, hoe ziet het eruit? Dus wat spreekt jou het meest aan in het traineeship? En ben reuze benieuwd wat jullie daarop op antwoorden. Dus de volgende vraag mag erin gezet worden. En dan zie ik, als het goed is, hier in mijn scherm ook de antwoorden op die vraag komen. Dus nogmaals, wat spreekt jou concreet het meeste aan in het traineeship? En in de tussentijd, het zijn geen 20 mensen die solliciteren. Hè? Daar moeten we ook eerlijk over zijn. Hè? Ja, het is een grote groep. Ja. Ja. Hoeveel waren dat nou vorig jaar? Nou, honderden. Honderden mensen die graag willen. Ja. En 8 die we uiteindelijk kunnen plaatsen. Ja. Dus ja, 8 die in het traineeship geplaatst zijn, maar gelukkig daarbuiten dus ook nog, waar we net al met elkaar over hadden, ook nog een mooi plek. Want in zo'n assessmentdag, dan zijn er nog een 30... 24. 24 ja, dus over. 12 kandidaten per dag. Per dag? Ja. En dan gaan we terugbrengen naar 8. Ja, 6 tot 8. Ja. 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 We hebben in principe 8 plekken, maar dan moeten er ook 8 goede management trainees zijn. Ja, zeker. Wij hebben van jou even gehoord dat we dit op een bepaalde manier goed hebben aangepakt. Dat we jou hebben kunnen informeren over datgene wat hier vanaf september weer gaat gebeuren. Het derde jaar van het Jumbo Dream Big Management Traineeship. 3 banen in 3 jaar waarbij jij een mooie kickstart kan geven aan datgene wat je allemaal geleerd hebt. Of op de Unie of op een hbo ergens in Nederland. We vonden het fijn dat jullie in zulke grote getalen aanwezig waren. Pim, hartstikke fijn dat jij hier bij mij aan tafel zat. Ik hoop je te zien 1 september bij de start en ook op die assessmentdag daadwerkelijk hier in Veghel. Dankjewel, hele fijne avond. Ik zou zeggen op achter die computer weg en naar het café, want volgens mij kun je heerlijk buiten zitten en met deze zon nog een lekker biertje drinken. Fijn dat je er was, tot de volgende keer.